Hier, waar nu het voormalige complex van TNO staat, komen de nieuwe woontorens. 3 meter minder hoog dan in het oorspronkelijke plan. Ook komen de torens dichter tegen de Juliana van Stolberglaan aan te staan. Nou, wat je ziet is dat de bewoners die willen graag een verdieping minder. De ontwikkelaar heeft nu zijn plannen aangepast. En de VVD vindt dat de politiek nu moet meewerken en niet moet dwarsliggen. Ja, nu zijn we tevreden. Hè? De Haagse kracht is hier bezig geweest om tot een beter plan te komen. We hebben ook de projectontwikkelaar overtuigd dat wij echt dit graag willen hebben. En ja, dat zou toch heel gek zijn als je dan niet luistert naar de mensen die juist in die wijk wonen. Verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zegt nog niet of hij voor of tegen is. De VVD dient donderdag een motie in voor het nieuwe bouwplan. De Graaf verwacht brede steun in de raad. Nou, ik ga er eigenlijk wel van uit, want het is nog niet uit te leggen dat als de bewoners zo'n verandering afdwingen, dat de politiek dan gaat zeggen het mag niet.